Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog, laat een commentaar achter beneden in de reacties. Alle sociale media linkjes en YouTube kanaal staan in de beschrijving. Zeg zeker ook op mijn Martina's kanaal abonneren en op Michael Merkes Live. Linkjes staan in de beschrijving. Dit is nog eens een vlogje. Zoals jullie waarschijnlijk al gemerkt hebben, ben ik een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje teleurgesteld. Maar dat is niet, ik weet niet, ik kan de naam privé houden. Maar ik denk dan wel, dat komt goed, daar ben ik zeker van. Maar ja, ik had een video opgenomen, daar ben ik dus teleurgesteld in. En ik had die video opgenomen en YouTube heeft die, voordat ik die kon uploaden, verwijderd. Omdat die schending van privacy redenen, terwijl dat eigenlijk alleen maar een shoplog was. Dus ik kan die opnieuw opnemen. Ik weet wel wat het probleem is, denk ik, dat er op de achtergrond een liedje is dat blijkbaar in België niet mag. En waardoor dat YouTube mijn video offline gehaald heeft. Dus ik ga de video opnieuw opnemen zonder die muziek op de achtergrond. Zoals dat ik die dingen nog heb. Maar ik ben een beetje teleurgesteld in YouTube en ik vind dat niet kunnen. Want ik had de video zo leuk gemaakt met een leuk muziekje op de achtergrond. Ja. En dan voor de rest ga ik eigenlijk nog wat werken aan mijn YouTube-kanaal, want ik ben nog altijd aan het wachten op de profielfoto die ook op mijn banner staat, zoals mijn YouTube-profielfoto, maar dat zal wel komen, daar ben ik zeker van. En ik heb die twee dazenrekenbeten op mijn been, die zijn precies erger dan erger aan het worden. Want die jeuken en jeuken harder en harder. En volgende week dinsdag gaan we iets heel leuk doen, waar ik nog niks over mag zeggen, want degene die mijn video's kijken, die gaan dat dan dan weet iedereen van mijn leefgroep dat. Bijna iedereen kijkt mijn video's, dus daarmee dat ik het nog niet zeg, maar het wordt iets leuk. En waardoor dat ik heel de tijd denk ik niet online ben. S'morgens wel even, en dan voor de rest van de dag eigenlijk gewoon via sms. Dus degene die mijn nummer hebben, die kunnen wel sms'en. Maar voor de rest ben ik niet online. En ik heb ook, ik ben op kamp verbrand op mijn voeten en zo. En er is nu een hele schilfer, velletjes zijn aan het loskomen. En ik vind dat eigenlijk heel vervelend. In ieder geval, dank voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende keer.